respect voor het sociale overleg tussen werknemers en werkgevers. Maar dan moet dat op een respectvolle en vooral op een redelijke manier kunnen gebeuren. En wanneer we dan weten dat er al 7 jaar niet over die ongelijke behandeling mag gesproken worden door de vakbonden of voor de vakbonden, dan is alle redelijkheid daarbij verdwenen. En ik vind dat dit niet kan, dat dit een brug te ver is. Ik wil misschien, laten we zeggen, de vakbonden nog een laatste, een allerlaatste kans bieden om daarover te spreken, maar dan moet de lijn heel duidelijk zijn. De lijn bedoel ik dan, dan moet de kwestie heel duidelijk zijn. Dan moeten we die ongelijkheid in de behandeling wegwerken. Dan moet daar naar gelijkheid. En wat mij betreft ook, net zoals bij de pachters, net zoals bij alle normale bedrijven, net zoals bij de lokale besturen, dat iemand die een overtreding begaat, wel die betaalt 100% van die boete terug. Zo is dat, dat dat bij de lijn anders is, stemt al tot nadenken dat er ongelijkheid is tussen provincies. Dat stemt nog tot veel meer nadenken. Dus minister, ik hoop dat u niet enkel verwijst naar het sociale overleg, maar dat er echt wel een richtlijn komt richting de directie van de vervoermaatschappij, waarbij gezegd wordt, kijk, als de vakbonden binnen een bepaalde periode, en dat hoeft echt niet lang te zijn wat mij betreft, heeft ze een paar maanden, als zij niet over de brug komen, wel laat ons dan alsjeblieft een uniforme regeling gewoon uitwerken en opleggen.